Na lange, 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 lange tijd ga ik eindelijk nummer 2. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en ik pak mijn telefoon erbij. Dan kan ik het licht even aanzetten. Dan ga ik nu lekker klaarmaken om een lekker bakje koffie te zetten. En deze lamp aan te zetten. En in ieder geval lekker bakje koffie. Daar heb ik even lekker trek in. Om lekker wakker te worden. En het is nu over een kwartiertje al 9 uur. Het gaat altijd hard. De kneters. Dus ga ik lekker snel een bakje koffie zetten. Echt achter de computer springen. En dan editen. Maar ik moet niet vergeten om een koffiepet te halen hoor. Ik weet hoe diep ik ben. Ik vergeet al mijn koffie halen. Ik moet de koffiepet nog hebben. En water vullen. Dus laten we dat even doen en dan lekker gaan editen. Na lange tijd trouwens ga ik voor eerst eten. Gaat de groep normaal weer draaien. Dus dat betekent dat ik nu voor een paar maanden tijd nu met de bovengroep ga eten. Niet alleen ik, maar nu is het met twee cliënten. En dat is Rick en ik. En ja, dus gaan we dat morgen vanavond doen. Ga ik met de groep eten. Nu een keer lange tijd met Rick. En dan met klaar met editen. Dus dat betekent dat ik deze omhoog kan gooien. Zo. Af en toe vergeet ik het gewoon even omhoog te gooien. Of het is bijna tijd, vooral een paar dagen. Zo, de knijters. Kijk, die tomaat komt goed uit. Ik zit nu te kijken. Wauw. Ik ga gelijk kijken of er nog meer zijn. Nee. Oké, wat ik nu ga doen. En heb je een tip hoe ik nog beter kan verzorgen deze tomatenplant? Laat even weten in de reactie. Ga ik hem even proberen te goed verzorgen, deze tomatenplant. En ja, ik ben er wel blij mee. Maar ja, ik ben bang dat deze niet gered heeft. Maar ik ga nog blijven proberen, ik geef niet op. Dat is wel een tip. Ga nooit opgeven, dat heb geen nut. Blijf doorzetten wat je wil doen. Dat is het allerbelangrijkste. Bijvoorbeeld je wilt, noem maar wat. Je wilt iets zo leuks doen. Ga er gewoon voor, dat is het enige wat ik kan zeggen. Want voor je het weet, schiet je mis. En lukt het niet meer ofzo. Hoe kan ik het zeggen? Ja, het is heel moeilijk om te informeren. Maar ja, even wat dingetjes opruimen. Vind ik jammer dat die milkshake op is. Maar, ik ga vanavond. Had ik natuurlijk het gevoel van gisteren gezegd. Dat ik die spinazie smoothie ga proberen te proeven. Dat ga ik vanavond doen. Dus, vanavond ga ik die spinazie smoothie proeven met banaan. Dus dat wil je weten. Blijf in ieder geval kijken hoe ik ervan vind. En dan ga ik nu wachten tot mijn vlog klaar is met editen. En dan klaarmaken om naar werk te gaan ook vandaag. Na lange, 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 lange tijd ga ik eindelijk nu met twee cliënten. Ik heb het waarschijnlijk al eerder gehad. Nu met twee cliënten bovenop eten. Dat is dat is echt heel lang geleden geweest. Dus laatst ergens in maart geweest. Dadelijk voor klaarmaken om lekker er met de groep mee te eten. En wat ik wel kan, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik heb misschien door nieuws. En wat ik ook zo meteen ga proberen is spinazie smoothie. Ik ben benieuwd naar hoe het gaat smaken eigenlijk. Dus die ga ik vanavond even van drinken. Van proeven eigenlijk, laten we zo zeggen. En dan gaan we zien hoe het smaakt. En het is heerlijk prachtig. Al een hele week wordt het echt super warm weer. En daar kijk ik nu al naar uit. Gewoon vandaag 20 graden. Ik zag dat morgen 20 graden wordt. Overmorgen 24. En dan komt er nog 26 aan. En 25 in Leeuwarden. Dat heb ik gehoord. Maar ga ik lekker van het zonnetje genieten. Ik ben wel vergeten om een reactie te filmen. Maar ik heb deze shake helemaal op. Ik vond hem wel ongelooflijk lekker. Het is even een beetje wennen. Maar echt. Lekker. Wat ik dan ga doen is dadelijk even omspoelen. En wat ik ook heb gedaan met begeleiding. Is deze plant even helemaal de bloemetjes uitgaan. Want mijn begeleiding zei als je de bloemetjes uithaalt.
kan je die bloemetjes weer opnieuw laten groeien. Dus daar ben ik nog benieuwd naar. Dus misschien dat het nog helemaal gered kan worden. Maar dan gaan we nog even zien. Wat ik ook ga doen is lekker YouTube kijken. En morgen ga ik weer een milkshake maken. Shakey maken. Maar wat voor shakey, daar ga ik nog even denken. Misschien nog weer aardbeien een keer. Of misschien kijken we wat we dan nog gaan maken. Maar we in ieder geval shakey maken. Ik zit toevallig lekker YouTube te kijken. En het is nu al 12:30 geweest. Ik ga nu lekker een bedje in het kruipen. Morgen weer een dag. Maar ik ben weer zo slim geweest. Omdat deze smoothie al gelijk op te drinken. Maar nogmaals, van een ongelooflijk lekker. En ik heb wat dingen weggehaald. Voor eerst na lange tijd heb ik deze spul weggegooid. Wat heeft die lang gestaan? Maar dit was echt helemaal niks meer. Wat ik ook ga doen is, ik denk binnenkort ga ik een van die plantjes erin doen, denk ik. Laat even weten of dat een leuk idee is. En dan ga ik even kijken of een van die drie planten erin kan doen. Welke zou jullie mogen kiezen? Welke van die drie zou ik erin doen? En zou dat er mooi uitzien? Of zeggen jullie, kun je beter een van die drie ook hierin doen? Dat zou ook een mooie keuze zijn geweest. Maar ik heb even lekker dingen met mijn geleiding hier daar op tafeltje schoongemaakt. En dat was even nodig. Want soms vergeet ik het wel eens van, dus vandaag. En ik zie gewoon de laatste tijd gewoon abonnees afgaan. En denk van, maak ik gewoon echt totaal geen leuke video's? Of leuke vlogs? Dan denk ik van, ja, als ik alleen maar... Denk ik van, ik wil gewoon leuk mogelijk maken mijn vlogs. En zie ik abonnees uitgaan, denk ik van, shit. Maak ik echt gewoon echt geen leuke vlogs? En dan baal ik er best wel van en denk van, ben ik nou echt zo slecht bezig? Doe ik echt iets niet goed? Laten we zo zeggen. Kijk, het is jullie keuze. Mensen de keuze natuurlijk. Of ze abonneren of niet. Maar dan denk ik van, ja, doe ik het dan nog wel leuk? Of niet? Dan gaan we gewoon vraagtekens bij hangen. Want ik wil het leuk mogelijk maken. Leuks neerzetten. En al heb je een beter punt, laat het weten in de reactie. Ik wil gewoon een leuk vlog voor jullie maken. Van wat mijn dagelijks leven is. En ik zit nou wel... Deze is ook een goede YouTuber. Just Nicolas. En hij had ook al over... Ik denk dat bij elk YouTuber is. Als iets niet goed loopt. Of wat dan ook. Dan kunnen... Ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft. YouTube... Als je je aan YouTube doet, kan je ze echt snel onzeker voelen. Bijvoorbeeld, wat je ook snel onzeker kan voelen is haatreactie. Nou, daar ben ik overheen gegooid. Of bijvoorbeeld, heel veel duimpjes naar beneden. Of al is het maar eentje. Want zo zit de YouTube in elkaar. Je wil gewoon leuke vlogsmomenten hebben of leuke video's maken. En ja, en dan kijk je naar de getallen of wat dan ook. Dat is ook bij elk YouTube wel. YouTubers zijn sommige mensen belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ik leuke vlogs maak. En weergave boeit me niet. Likes maar boeit me niet. Of ik er geld voor verdien boeit me niet. Maar dat ik wel leuke vlogs gewoon blij. Dat het gewoon goed bekeken wordt. Ik bedoel... Dat mensen het leuk vinden. Dan denk ik van, ah kijk, dat is een goede YouTuber. Daar like ik op. Daar abonneer ik op. Maar niet... Dan ga ik denken, zie ik abonnees eraf gaan. En dan denk ik eigenlijk, kan ik dan beter niet stoppen? Ik zie alleen maar abonnees naar beneden gaan. Dan denk ik van, ja. Ik probeer het leuk mogelijk te maken. En dan zit ik gewoon te kijken naar mijn vlogs. En dan denk ik, ik zie er al kapsopers aan maken, maar ik weet ook niet waarom. Ik wou even de camera eigenlijk neerzetten en denk ik van, ja, waarom? Zit ik alleen maar vlogs te maken om eigenlijk abonnees weg te duwen of... Ja, dan ga ik een beetje twijfelen aan mezelf. Van, ja, je gaat alleen maar abonnees eraf. Sander, is dan wel een goed idee om nog door te gaan? Ja of nee? Of... Kan je dan eigenlijk wel een beetje niet je punt nu bereiken en van zeggen, Sanne, dit is je punt. Je hebt mooi bereikt. Stop er maar mee met je vloggen. Ik weet niet.
En ja, dan ga ik dan aan mezelf twijfelen. Ik ga aan mezelf twijfelen, denk ik meer. Terwijl ik leuke vlogs voor mij al wil maken. Nou, dat is gewoon YouTube-dingetjes. En ik denk dat elk YouTuber dat heeft. En dan moet ik een beetje een soort van. Je doet je best. Kijk er niet naar. Tenminste, dat heb ik wel zelfs. Sander, kijk er niet naar. Ja, kijk naar positieve dingen. Niet dat het negatief is, vind ik, maar het is gewoon. Voor YouTube. Niet fijn om naar te kijken, laten we zo zeggen. En. Niet dat ik voor abonnees wil gaan, maar ik bedoel meer te zeggen. Doordat abonnees er juist afgaan, denk ik van. Oh, maak ik gewoon echt geen leuke video's? Of hoe zit dat? Vraag ik me dan af eigenlijk. Ja, dat is een beetje een vraagteken van. Ik wil wel leuke video's maken van hoe licht zo'n perking bijvoorbeeld in elkaar zit. Dus in ieder geval niet met lichtsamperking te maken. Maar misschien dat YouTubers voor met mensenbeperking te snel gevoeliger voor is. Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is wel zo, ben ik wel achter gekomen. Elk YouTuber die nu op YouTube zit, zijn meeste gepest. Bijvoorbeeld, ik weet een verhaal dat Dylan Hagens is gepest. Dylan Hagens en zo Knol. Wie heb je nog meer die bekend is en die al is gepest? Calvin volgens mij ook wel eens. Voor mensen die niet weten, Calvin, ik geef een dikke shout-out naar hun allemaal. Want ze verdienen ze, want ze zijn goede YouTubers. En hun probeert het best, ik probeer mijn best te doen. Hé, Ganja, heel vaak lui is, die Ganja. Hey, maar dat is zo lief van hem altijd. Maar dat ligt, dat heb ik al heel vaak al verteld tegen jullie natuurlijk. Dan ben ik aan het slapen. Of word ik net wakker. Zit Ganja gelijk te mouwen, helemaal mee met te likken. Misschien is het een keer leuk dat ik een keer ga vloggen, denk ik. Laat zien als ik hoe ik wakker word, hoe hij reageert. Hé, Ganja? Dus dan ga ik even dat keer misschien wel leuk voor doen. Lig ik gewoon in bed, lig ik aan je gewoon snel daar zomaar toe. Of als ik even weg ben, zit hij ook op de zoen en denk ik van, Ganja, dat is mijn stoel. Hij zit nu al gelijk te reageren. Geweldig. Leuk boefje ben jij ook, hè. Ja. Nu alweer donderdag of vrijdag? Voor mij is vrijdag naar vannacht. Zou ik nu even niet uit. Nee, donderdag is het trouwens vandaag. Het is vandaag wel donderdag weer, joh. Morgen weer vrijdag. Gaat de dagen hard. De knijters. En dan moet ik eigenlijk trouwens wel zeggen, voordat ik het helemaal vergeet, ik wil jullie allemaal fijne hemelsvaartsdag wensen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Of een leuke dag hebben van gemaakt. Laat even weten in de reactie wat jullie gedaan hebben. Vind ik wel leuk om te horen. En ik ga nu dan lekker nu mijn bedje in. En wat ik ook nog gelijk wil bijzeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo super tof zijn. Alsjeblieft hier beneden abonneert. Want ik probeer ook mijn best te doen. En als je het leuk vindt, hoef je niet te abonneren. Al ja. In ieder geval, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Abonneer. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Jaar geleden, als jullie nu kijken van deze vlog, is het nu jaar geleden. Vandaag is het 20/5/2020. En 20/5/2019 ben ik benaderd.